Ik denk, ik ga heel even kort onze sprekers van dit laatste kindercollege bij jullie introduceren voor zover dat nodig is. Wetenschapper Alexander Schouten gaat samen met influencer Quim Bezemer jullie alles vertellen over influencers en geeft ze inderdaad. Ik wil ook een applaus voor Alexander. Hard applaus, dat was, ja. Dat was, ja, oké, okay, en iets harder nog. Oké, okay. Oké, okay, goed zo. Oh, ik heb het. Oh ja, oké. Okay. Oh, dankjewel. Dank jullie wel. Nou, ja, ik voel me ook een beetje beroemd nu. Graag gedaan. Welkom allemaal. Wat leuk dat jullie allemaal in ieder geval zijn gekomen. Wie is hier al langer dan een half uur? Bijna allemaal. Oké, okay. Wat is het leukste dat je tot nu toe hebt gedaan? Mag ik dat vragen aan jou? Ja? We zijn in een soort emoji-achtbaan geweest. Je bent in een emoji-achtbaan geweest. Oké, okay, dat klinkt heel bijzonder. Waar staat Alexander, weet je dat? Nee, ik weet niet waar het is. Nee, okay. Ik had het ook al willen doen. Oké, okay. Klinkt... Ja, scheelt maar. Dan ga je naar de tweede verdieping. Ja. En dan ergens op de tweede verdieping staat emoji-achtbaan. Oké, okay. Okay, nou, misschien dat we dat straks nog eventjes gaan doen. Ik ga mezelf toch nog eventjes ietsjes beter voorstellen. En daarna Alexander ook. Ik ben Aaron... Ik ben Quinn. Ik maak video's samen met mijn tweelingbroer op TikTok en op YouTube. En dat doen we met heel veel plezier en al best wel lang. Ik heb ook een van mijn favoriete filmpjes van de afgelopen tijd meegenomen. Misschien herken je hem wel. Ook met oma. Leuk dat ik mag blijven slapen, oma. Wil je wat drinken, jongen? Heel veel zin in. Ja? Oké. Okay. Pap, ik moet pissen. Dat is niet zo netjes, hè? Maar ik moet zo nodig pissen. Zullen we afspreken dat je voortaan fluiten zegt in plaats van pissen? Oké. Okay. Ik moet fluiten, oma. Dat kan niet, Max. Je kan je vader niet wakker maken. Maar ik moet echt heel nodig fluiten. Dat heb ik zachtjes in mijn oor. Oh, oké. Ja, dit filmpje hebben we natuurlijk niet zelf bedacht. Dit is afgeleid van een hele bekende mop. Wie van de ouders kende de mop? Dus die zitten allemaal zo met knipperende oogjes zo. Dat heeft hij niet zelf bedacht. Maar hij pakt er wel views op. Hé, dat is lekker, hè? Dat is lekker, hè? Oké. Okay. Dat ben ik. En, ik leuk ben vandaag... dat ik nog blij... Niet nog een keer, alsjeblieft. Ik ben hier vandaag samen met Alexander Schouten. Dezelfde achternaam als mijn moeder heb je, wist je dat? Oh ja? Ja. Oh, wat leuk. Die heet ook Schouten. Ik ken eigenlijk heel weinig mensen die Schouten heten. Alleen mijn broertje heet Schouten. Nou, nu ook mijn moeder. Oh, nou, wat leuk. Dat ja. Moet je iets vertellen over mijn moeder? Of... Nee, grap. Ik zet het echt voor het blok. Misschien straks, maar ik vertel iets over mezelf. Ik ben Alexander Schouten, of Alex. Ik heb niet zoveel volgers als Quinn. De enige die mij volgen zijn mijn moeder en mijn broertje. En alle studenten. En alle studenten, hopelijk. Misschien jullie ook. Ik ben universitair docent digitale media. En ik doe onderzoek naar influencers. Dus ik kijk wat influencers doen op sociale media. Ik kijk hoe ze zich gedragen. En hoe dat ons beïnvloedt. Of wij daar door dingen kopen. Of we ons anders gaan gedragen. En daarom sta ik vandaag naast Quinn. Gezellig, gezellig. Nou, wat gaan we dan vandaag doen? We gaan het hebben over influencers en we gaan een paar stellingen bespreken. En daar hebben we eigenlijk heel veel input van jullie voor nodig om te zeggen wat je daar eigenlijk van vindt. En aan de hand daarvan gaan we ook wat wetenschappelijke dingetjes met jullie delen. Ja. En wat praktische feitjes. En aan het eind is er ook vooral nog heel veel tijd voor vragen. Dat is ook superleuk. Ja. Toch? Precies. Hey, een influencer kennen we denk ik allemaal. Ken iemand van jullie nog andere influencers naast de persoon die hier nu staat? Ik ga mensen voor aanvragen, sorry. Maxime en Sophie. Maxime en Sophie. Lieve dames. Aaron. Dat is mijn tweelingbroer. En de laatste. Timon Verbeek. Timon! Ja. Hey! Volgende week woensdag weer een video met Timon. Oké, okay, hey. De wetenschap. Wat zegt de wetenschap over influencers? Wat is een influencer? Nou, een influencer... De wetenschap is eigenlijk heel makkelijk. Een influencer is iemand die beroemd is via sociale media... omdat hij of zij op een of andere manier heel veel volgers heeft weten te verzamelen... en er heel veel mensen kijken naar wat hij doet. En hij daardoor ook mensen weet beïnvloeden. Want beïnvloeden is het Engelse woord voor beïnvloeden. En... influencers kunnen mensen dus beïnvloeden door wat ze online doen. Ja, ik zeg altijd, influencers zijn, die volg je om een reden. En ik zeg, ze zijn altijd of knap of grappig. En dan mogen jullie zelf kiezen welke van de twee ik ben. Dankjewel. dit was natuurlijk
Dit was natuurlijk gewoon een setup om slecht te zijn. Ik moet stand-up comedy gaan doen, merk ik al. Het verklaart wel waarom niemand mij volgt. Oh, Alexander. Iedereen, ik ga jou volgen hierna. Dat deed ik nog niet, sorry. Oké, de stelling. Laten we er dan maar gewoon lekker in gaan. En misschien is het wel leuk als mensen ook echt meedoen. Dat ze misschien gaan staan als ze het ermee eens zijn en blijven zitten als ze het er oneens zijn. Ja, is wel goed. Ja. Ja. Oké. De allereerste stelling is dat een influencer lijkt op een echte vriend. Wat? Staan als je het ermee eens bent? Je mag staan als je denkt, ja, nou, ik vind eigenlijk wel dat ik die mensen goed ken. Of dat ze toch een beetje vrienden van me zijn. Of... Ik zie toch wel twee mensen staan. Ja? Ja, jij twijfelt een beetje. Wil je het uitleggen? Durf je dat? Ja? Het is ook wel zo van, je volgt of lijkt iemand en dan vind je wel een leuke persoon, maar je kent hem ook weer niet in het echt. Dus ja, dat is dan wel een beetje de twijfeling. Maar heb je wel misschien wel een beetje het gevoel dat je ze toch misschien een beetje wel kent? Ja, dat wel, want je kijkt dan ook altijd video's en dan weet je ook stukje voor stukje meer over die persoon. Ja, dat klopt. En dat is ook iets wat de wetenschap zegt, volgens mij. Ja, dat klopt helemaal. Eigenlijk zou jij hier kunnen staan en ik zitten waar jij zit. Maar doe niet hoor, maak geen... Nee, wel eng, zoveel mensen. Maar dat klopt helemaal. Want een influencer zit eigenlijk een beetje tussen een beroemdheid in en je vrienden. Dus aan de ene kant heb je beroemdheden. Dat zijn mensen die goed kunnen zingen of hard kunnen rijden. En daar kijk je tegenop en die volg je dus ook wel. En die zie je op tv en volg je sociale media. Aan de andere kant heb je je vrienden, die zitten ook op sociale media, maar die volgen niet zoveel mensen. Maar die ken je gewoon iets beter en daar praat je mee. En zo'n influencer, die zit er echt tussenin. Dus die is aan de ene kant beroemd, want die kan echt iets heel goed. Goede filmpjes maken en die is grappig en knap. Maar aan de andere kant, en aan de andere kant zet hij ook echt dingen online en hij reageert soms op berichten. Dus zo'n influencer zit precies in het midden tussen vrienden en beroemdheden. En juist daarom zijn ze zo overtuigend en zijn ze zo beroemd tegenwoordig. Ja, want een Taylor Swift bijvoorbeeld. Kennen jullie Taylor Swift? Ja. Eigenlijk nog nooit van gehoord. Het is dat er hier toevallig een foto staat dat iemand het net zei. Anders had ik geen idee wie dat was. Maar je hebt het gevoel dat je haar niet kent en dat je echt een super grote afstand tot haar hebt. Dus zeg maar, als ik haar zou willen bereiken, zou ik dat nooit kunnen doen. Ja. En met een influencer, met een YouTuber of met iemand anders, ja. Ah, ja, toch iets dichterbij. Dit is te dichtbij. Te dichtbij. Nee, grapje. wat wil je zeggen? Wacht. Ik ga gewoon een microfoon geven. En als het een domme opmerking is? Oh, nee, grapje. Er bestaan geen domme opmerkingen. Alleen hele grappige. Alexander kon je gewoon al aanraken. Ja, Alexander. Ja, heb je gedoucht vanavond? Ja, vanochtend. Ik heb vanochtend nog gedoucht. Goed zo. Speciaal voor deze gelegenheid. Oké. De volgende stelling. Dit is heel interessant. Iedereen kan influencer worden. Als je ermee eens bent, dan mag je gaan staan. Oké. Het zijn een hoop mensen. Het is super rumoerig. En als ik genoeg praat, dan wordt het weer stil. Maar ik heb het idee dat meer mensen het hier toch wel mee eens zijn. Zullen we gewoon eens wat mening uit de zaal peilen? Ja, lijkt me. Wil jij iemand uitkiezen? Ja, zal ik doen? Dan loop ik ietsje verder naar achteren. Ja, dat is goed. Vind ik wel leuk. Ja. Zal ik die... Oh, dat is misschien... Is er een gooidoos? Moet ik hem gooien? Staat die aan? Oh, ik ga gooien. Nee, ik ga gooien dan. Dan gooi ik die kant op. Oh, jij goed gevangen. Je kan erin praten. Ja. Doet hij het? Doe eens. Gewoon praten. Hallo. Ja, hij doet het. Wat cool. Ja. Hey, waarom ben je het hiermee eens? Omdat je, als je lang genoeg geprobeerd, dan kun je misschien steeds meer volgers krijgen en dan word je steeds beroemder. Ja, jij zegt misschien als je het wel gewoon heel erg lang probeert, dan kan je steeds beter worden. En iemand die net zat, daar wil ik ook misschien nog even iets aan vragen dan. Die zegt, ja, eigenlijk kan dat niet. Ik zie daar een jongetje met een blauw t-shirt die een vinger opsteekt. Bijvoorbeeld iemand heeft een hele mooie auto en daarna wordt hij beroemd, daarom. En ja? Sommigen hebben dat niet. Jij zegt sommige mensen die hebben misschien iets heel erg moois en daar kunnen ze beroemd mee worden. Met bijvoorbeeld een mooie auto, omdat ze veel geld hebben en dat heeft niet iedereen. Ja, dat zou kunnen, maar dat is niet de enige manier om beroemd te worden. Nee.
Is er nog iemand die iets anders over wil zeggen? Ik ben het er een heel klein beetje mee eens. Die jongen daar met die trui zo bij deel. Ik beloof dat we steeds naar andere stukken in de zaal gaan, echt. Eigenlijk is het zo. Je kan eigenlijk wel beroemd worden. Ik heb ook mijn eigen YouTube-kanaal. Ik denk dat niemand hier mij kent. Maar dat... Nee, bijna iedereen van mijn school. Maar ja. En dus... je kan echt... Het kan heel makkelijk. Het enige wat je nodig hebt is een camera, vrienden en eigenlijk gewoon... Ja, dat... Ja, een camera en vrienden. Nou, één van de twee heb ik eigenlijk niet. Mag jullie denken welke? Wat zijn jullie lekker aardig voor mij vandaag? Nee, grapje, ik kop ze zelf in. Wat vind jij ervan, Alexander? Want ik ben wel heel benieuwd wat... Nou, ik denk wel dat iedereen influencer kan worden. Maar het is wel belangrijk dat niet iedereen influencer wordt. Het is natuurlijk ook, het is voor een deel natuurlijk ook een beetje geluk. Dat het je net lukt. Maar er zijn wel bepaalde kenmerken die ervoor zorgen dat je een grotere kans hebt om influencer te worden. En het is eigenlijk een beetje... Ja, eigenlijk een beetje wat je verwacht, maar wat je misschien niet hoopt. Wat ervoor zorgt dat sommige mensen sneller influencer worden dan anderen. Dus als je aantrekkelijk bent, of grappig, of allebei. Als je ergens goed in bent, dus als je kunt laten zien dat je heel goed Lego kunt bouwen. Of dat je heel goed dingen uit kunt leggen. Dan heb je ook een grotere kans. Heb ook een grotere kans als je echt bent. Het is echt belangrijk dat je niet nep doet, maar dat je gewoon jezelf bent. Net zoals, ja, shit, daar ga ik. Oh nee, oh ja. Ja. Toch? En er zijn meer vrouwelijke influencers dan mannelijke influencers. Natuurlijk niet overal in de gaming zijn misschien iets meer mannen. Maar over het algemeen zien we iets meer vrouwen. En wat vind jij ervan? Ja, ik ben het met dat expert naar betrouwbaarheid wel eens. Als je ergens echt heel goed in bent. Het is heel grappig. Als je denkt aan een bekend persoon, dan kan je die koppelen aan iets waar die goed in is. Of iets wat uniek is aan die persoon. En dat noem ik. Ik noem dat altijd met een moeilijk woord in het Engels, dat een USP. Dat staat voor Unique Selling Point. Dat is iets wat jij hebt, wat niemand anders heeft. En ik ben er wel van overtuigd dat iedereen dat echt wel heeft. Mijn tweelingbroer en ik... Oh, dan heb ik het al weggegeven. Zijn bijvoorbeeld... Tweeling. Ja, dat is iets wat wij hebben wat uniek is, wat we gebruiken in de filmpjes. Ja. En ik zag er best wel veel mensen staan die zeiden, nou, iedereen kan influencer worden. Is iemand van jullie die hier dat ook echt zou willen? Wauw. Oké. Ik heb een paar tips meegenomen. Om content te maken. Stap 1. Wees grappig. Nee, grapje. Stap 1 is heel belangrijk dat je dingen ook echt volhoudt. Het is heel makkelijk om één filmpje te plaatsen. Maar de kunst is echt om één filmpje te plaatsen. En dat heel erg lang te kunnen doen. Er zijn heel veel mensen die denken, nou, ik ga dat nu even proberen. Dan zijn ze een week, proberen ze het een week. En dan, ja, daarna gaat het niet goed. Maar wat daarbij belangrijk is dat je gewoon blijft gaan. En ik denk altijd, als mijn filmpje wat ik hierna maak beter is dan het filmpje wat ik hiervoor heb gemaakt, dan word ik dus steeds beter. En dan kom ik ooit wel op een punt dat ik zo goed word, dat het ook echt goed is en dat er ook echt mensen naar kijken. Maar dat is alleen maar als ik mezelf blijf verbeteren. Nou, het is ook wel belangrijk om een beetje creatief en origineel te zijn. Dus ja, je hoeft niet iets te doen wat iedereen al 100.000 keer heeft gedaan. Want ja, er is altijd wel iemand die, als het al is gebeurd, die het beter kan. Dus dan moet je wel iets doen wat iemand niet beter kan, wat jou uniek maakt. En soms is het ook gewoon een beetje de juiste mensen kennen. Wie wilde er influencer worden? Wat is jullie grootste influencer? Waar is de gooiboos? Gooidoos. Oké, gooi hem eventjes die kant op, maar diep in het publiek. Oké. Wat is jouw grootste influencer? Pak. Oh, je mag hem ook doorgeven voor de mag. Of naar beneden doorgeven als iemand het daar liever wil. Of naar achteren? Ja. Wat is jouw grootste influencer voorbeeld? Is er iemand die je volgt en die je heel leuk vindt? Timon Verbeek. Topper. Wat is er uniek aan hem? Als je aan Timon denkt, dan denk je aan? Een rood pak. Oké. Waar denk je nog meer aan? Want volgens mij is er één iemand een microfoon en wilde ik het wel aan hem vragen. Sorry. Ja? De dinosauruskreet. Wat zei je? De? Dinosauruskreet. Ja! Ik kan het niet.
Yeah. Ik kan het niet. Maar hij heeft dus inderdaad, het is toch super knap dat ik een naam kan noemen en dat jullie weten wat daarbij hoort. Nou, dat is iets wat uniek is aan hem en wat hem gewoon heel goed maakt. Ik heb een filmpje meegenomen. En de vraag is, kan ik dit posten of niet? Het is wel een oud filmpje. Maar goed kijken. Hey, hoi, zijn jullie tweeling? Dat is echt een supergoede vraag. Het is namelijk zo dat Aaron en ik, dat zijn. Wie zegt niet posten, daar mag je gaan staan. Het is sowieso niet grappig, denk ik. Weet ik niet. Is er iets aan de hand met het filmpje? Dat zou kunnen. Ja, misschien links achteraan, Salin? Ja? Microfoon wordt gegooid. Ik vind die microfoon zo leuk. Ik wil hem straks ook echt nog heel hard gooien. Misschien, mag ik hem schoppen? Nee. Ja hoor, dat kan. Ik zie een knik. Ik zie een knik. Oké. Nou, het is eigenlijk omdat je het eigenlijk wel gewoon al een beetje kan zien. Wat bedoel je? Dat je eigenlijk al een beetje ziet dat jullie tweeling zijn. Ja, dat sowieso. Maar soms zijn er ook twee mensen die heel erg veel op elkaar lijken. Maxime en Sophie. En die zijn geen tweeling dan. Kan ook. Is er nog iets anders met het filmpje aan de hand? Misschien je buurvrouw? Het is een beetje saai. Het is ook heel saai, ja. Ja, het is ook wel saai. Nou, dankjewel. Wim, gooi je naar de jongen die daar zijn vinger op steekt? Doe maar. Dat was een goede woord. Let's go. Ja, is er nog iets? Ja, er staat ook iemand op de achtergrond. Niet? Ja. Echt? Ja, echt. Oma? Ja. Ik denk dat als ik dat aan die vrouw vertel, dat ze heel teleurgesteld is. De vrouw die op de achtergrond stond, dat is mijn moeder. Zij peuterde in haar neus. Ja. En op zich kunnen we daar hele leuke dingen mee doen. Kijk maar. Moeder zoekt hersencellen. Ze heeft de hersencellen nooit gevonden, kan ik je vertellen. Er is één moeder hier vooraan die dit net iets te grappig vond. Ja. Wat betekent dit voor filmpjes en voor filmpjes plaatsen en voor neuspeutermoeders? Ook wel grappig trouwens. Ze staat ook in mijn contacten, wisten jullie dat? Met die foto ook. Oeps. Ik heb hier ook een WhatsApp-sticker van. Wat betekent dit voor filmpjes plaatsen? En voor gewoon hè, voor dingen online zetten in het algemeen? Oh, ga maar daarheen. Ik ga hem aan het eind schoppen bij de Q&A. Dat je zorgt dat niemand anders er raar op staat. Ja, ja. En hoe zorg je daarvoor? Door eigenlijk goed te kijken wat er in het filmpje voorkomt. Ja, 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 dus als je iets gaat plaatsen, moet je heel goed kijken wat ga ik plaatsen. Want als het online staat, dan staat het voor altijd online. Voor je het weet sta je ineens een kreet te doen in een rood pak. Denken mensen ineens dat je een tweeling bent? Of staat je nieuwe pasgeboren kindje online en kan die nog geen ja of nee zeggen? Nou, daar heeft Alexander wel iets over meegenomen, namelijk over... Ja, over, we noemen dat momfluencers of ouders die met hun kinderen online staan. En jullie kennen allemaal wel, denk ik, de Bellinis. En volgen jullie ook andere gezinnen met kinderen die online staan? Ik ga daarheen. Best daar, ik... Oh, laat maar. Oh, daar, ja. Zeg het maar. De Bellinga's. De Bellinga's. De Bellinga's, die ja. En, je hebt ook 3 bioscoopfilms. Oh ja, ja. Is dat al bekend? Achter me. Ja, die was het. Dat heb ik niet net uitgelekt, toch? Oké, super. Welke ken je nog meer? Welke ken je nog meer? Een gezinsvlogger. Geen idee? Zeg maar Enzo Knol. En dan doen we allemaal zo alsof hij nog geen gezinsvlogger is. Enzo Knol. Want die heeft nu een kindje. Enzo Knol. En daarachter wil iemand misschien heel graag iets zeggen. Misschien kan je hem doorgeven. Familie Lacap. Ja. Klopt. Familie Lacap. Wij hebben wel eens filmpjes gemaakt met de bakkertjes. Ja.
Ja. Meester Mina heeft geen kinderen, zover ik weet. Zover ik weet. Ze heeft wel een kat. Meester Jasper heeft ook kinderen. Die zet hij ook online. Ja. Van wie heb je iets meegenomen? Nou, ik heb een filmpje meegenomen. Zal ik maar aanzetten al? Ja, zet maar. Het is een heel klein, een klein stukje, maar misschien moet je jezelf stopzetten. Playtel. Serieus, weer een onderbreking en weer Mias die de borstjes in is gevallen. Ik heb even de riem af en aan Tom gegeven. Dit gaat helemaal mis. Ja, dit is wel heel extreem. Kijk zijn hele arm. Oh nee. Kijk hier, wacht. Kijk hier. In de prikborstjes. Hier, hij zat allemaal... op. Oké, vraag 1, wat zagen we, denk ik? Ja, weten jullie wie dit waren? Ja. Ik ben de dobbelsteen kwijt. Ja, zeg het maar. Familie Lakap. Ja, dat is familie Lakap. Ja. En heb je dit filmpje toevallig ook gezien? Ja. Ja? Wat gebeurt vond je ervan? Hij is gevallen en hij heeft een blauw, heel blauw oog. Ja, en wat vond je ervan toen je dat zag? Zielig. Ja, ik vond het ook heel zielig. En ik vond het eigenlijk ook een beetje zielig dat ze doorgingen met filmen terwijl die pijn had. En dan denk ik, zou ik dat als ouder doen? Zou ik dan blijven filmen? Of zou ik dan... Ja, wat denken jullie? Zou jullie blijven filmen of zou je dan toch de film stopzetten? Alles voor de views. Alles voor de views. Nee? Boe! Wacht, sorry. Ik zeg wel weer even Free Joost Klein, dan word ik weer populair. Joost! Oké. Dus niet alles voor de views. Nee, dus soms moet je heel goed nadenken als ouder. Ook wat je online zet. En sommige ouders, zoals de familie Lakap, zetten heel veel online. En wat Quinn al zei, dat is later ook zichtbaar. Als je naar de middelbare school gaat of naar een andere school. En zelfs als je later gaat werken, kun je dat nog steeds terugzien. En heel veel ouders die dat doen, die weten eigenlijk wel stiekem ergens dat andere mensen het kunnen zien. Maar ze snappen het niet helemaal. Dus het is eigenlijk, moeten ouders dat weten. En eigenlijk moeten kinderen dat tegen hun ouders vertellen en andersom. Dat het niet altijd oké is om dingen online te zetten. Ja, het probleem is dat ze er gewoon heel veel geld mee verdienen. Ja. Echt heel veel geld. Ja, YouTube money. Maar dat verleidt je soms ook wel om een heel klein beetje je moraal aan de kant te zetten. Want de gedachte dan als er iets fout gaat van zijn familievlogger is niet oh wat vervelend voor mijn kind. Maar deze video gaat 1 miljoen weergaven krijgen. Dat is cashen, jongen. Oh. Ik zie daar iemand met een... Wil je iets zeggen? Ja, wil je de microfoon of ga je schreeuwen? Ja, oké, allemaal heel stil zijn dan. Ja, het is natuurlijk heel anders op het moment dat er geen geld aan wordt verdiend. He, want het probleem van die familievloggers is dat ze er gewoon heel veel geld aan verdienen over de rug van hun kinderen. Ja. En dat is ook iets wat... Daar zijn we ook nog niet helemaal uit. En er zijn mensen bijvoorbeeld bij onze die bij rechten werken. En die aan het nadenken zijn, mag dit eigenlijk wel? Want kinderen mogen ook niet optreden op tv heel lang achter elkaar. Dus is het ook een soort van kinderarbeid. En als je het voor informatieve doeleinden doet, is dat natuurlijk anders. Maar het is natuurlijk ook nog steeds zo dat je rekening moet houden dat het zichtbaar is voor andere mensen. En dat blijft wel belangrijk waarvoor je het ook doet. Ja, ja. Ja. Nog niet, maar misschien wel. Toevallig, dit is grappig dat je het vraagt. Toevallig ben ik geïnterviewd afgelopen maand door een onderzoeksbureau van de overheid. Die nu onderzoek doet naar mensen die jong bekend zijn geworden. Om te kijken wat voor impact bekendheid kan hebben op het leven van die kinderen. En ook hoe het zit met zeg maar, geld wat ouders eraan verdienen. En die zijn nu heel erg bezig met het onderzoek daar. En dat ziet er niet zo goed uit voor de ouders. Nee. Gaan we weer terug naar de kinderen? Ja, terug naar de kids. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja. Yes. Dan heb ik een volgende stelling. En dit is mijn favoriete stelling. Je kiest er zelf voor om een video te plaatsen. Dan kan je verwachten dat mensen haatreacties achterlaten. Oh. Als ik zeg... Victim blaming. Dan gaan er een paar ouders zitten. Geen ouders. Oké, wauw. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Victim blaming.
Oké, wie wil er wat over zeggen? Nou, gooi maar. Gooi de doos. Nou, zeg maar, er zullen altijd wel mensen zijn die iets van je zullen vinden. En eigenlijk kan je dat ook uiteindelijk gaan negeren, maar dat kan je dus wel verwachten ervan. Ja, je kan het wel verwachten. Ja, is er iemand die zit? Die wat wil zeggen? Dan moet je misschien even je vinger opsteken, want als je gaat staan is het verwacht. Ja. Je moet ook wel, je moet ook niet hele dingen plaatsen waardoor je alleen maar haatreacties krijgt. Want dan kan je misschien ook volgers minder krijgen. Als je filmpjes maakt waardoor je hele stoute dingen doet of zo tegen je kinderen. Daar kan je juist minder, kan je mensen je om gaan volgen. Ja. Ja, je zegt ja, je moet ook misschien wel niet dingen uitlokken of dingen doen die misschien niet netjes volgens de regels zijn. Hè, zodat je daar vervelende reacties over gaat krijgen. Nou, ik heb toevallig hier mogen gaan zitten, dankjewel. Ik heb toevallig een paar reacties meegenomen. Dingen die mensen tegen mij hebben gezegd. Dat was best wel heftig. En ik heb het gewoon in de woorden neergezet zoals je het op de sociale media ook ziet. Dus ouders, sorry. Ik heb het een beetje netjes gehouden. Ik heb het geprobeerd. De eerste is wel eigenlijk de heftigste. Zal ik ze zelf oplezen of willen jullie ze oplezen? Oké, doen we een mix. Doe ik de eerste drie in de zaal. Oké? En dan is dit de eerste reactie. Wie wil hem oplezen? Ja, gooi maar ergens heen. Maakt eigenlijk niet uit. Is hij gay? LMAO, dat is heel hard lachen. Oh, wat de K, onfollow. Ja. Ik zal de afkorting niet uitleggen. Volgende is, schaam je je niet als je over straat loopt? En dan de volgende reactie, die mag iemand oplezen van mij? Ja, doe maar. Ja. Zal ik je helpen? Deze gast doet echt alles voor geld. Gadverdamme, wat een vieze geldwolf. Lief. Dan hebben we, heeft iemand zijn nieuwe haarstijl gezien? Kan echt niet. Ik ben dus toch wel grappig. En dan hebben we als laatste, als allerlaatste. Ik hoop dat je voor de trein springt. Nou, dankjewel. Ja, dit zijn dus dingen die mensen tegen mij hebben gezegd. Wat vind je ervan als je dit zo leest? Ik vind het heel erg en het kan echt niet, maar ik had nog iets die LMAO betekent, laughing my ass off. Ja, dat klopt. Ja. Jij zegt, ik vind het best wel vervelend dat mensen dit soort dingen zeggen, maar dit is niet hoe ik de reacties zie, als ik ze zie, want ik mis nog iets. Dit maakt ze zoveel beter. Ja. Kan er ondertussen wel om lachen hoor. Wat is er veranderd? Je mag schreeuwen. Hartje. Likes, ja. Er zijn gewoon likes bijgekomen. Dat iemand iets plaatst, vind ik persoonlijk, betekent voor mij niet gelijk dat het iemand anders het recht geeft om iets vervelends over je te zeggen. Sommige dingen kan je ook gewoon voor je houden. En dingen op sociale media kunnen best wel heftig aankomen soms. Hè, ook omdat je iemand niet ziet hoe iemand iets zegt. Dus iemand kan zeggen, ik hoop dat je voor een trein springt, is wel duidelijk. Maar schaam je niet als je over straat loopt, kan je heel erg lullig zeggen. Hey, schaam je niet als je over straat loopt, of wat? Of je kan het ook zo zeggen. Schaam je niet als je over straat loopt, toevallig. Dat ik ga maar weten. Snap je, dat weet je niet online. Dus dingen kunnen best wel heftig voelen. En hoe ga je daar dan mee om? Nou, ik heb een paar tipjes meegenomen voor jullie. Dat is het volgende. Alles wat je aandacht geeft. Ja, vragen ga ik hierna doen. Hoe lang? Ja, tot 18 uur. Oh, shit. Oké. Oh, heel snel. Alles wat je aandacht geeft groeit. Dus dat betekent dat alles... Dat gewoon, hè, dat als je ergens zelf gaat reageren, dat het vervelend wordt. Als het echt vervelend is, kan je erover praten. Dingen niet persoonlijk opvatten is lastig, maar een haatreactie is altijd een mening van iemand anders. En met een mening hoef je niet eens te zijn. Oké. Vragen. Precies. Daar. Ik lul heel veel. Ja. Dus, Alexander, gaan we allebei naar iemand gooien? Over Alexander, ja, of voor mij? Ik wil nog wat trappen, maar dat wil ik als laatste doen. Ja, ik was echt. Als hij dan kapot gaat, dan kan ik heel snel wegrennen. Oh nee, ik ga nog op de foto.
Oh ja, neem jij deze, dan gooi ik deze ergens publiek in. Is er iemand die heel graag vraag wil stellen? Jeetje, dat is wel heel graag. Maar ik kan niet kiezen. Als ga ik, draai ik me om en dan gooi ik hem. Gooi ik hem gewoon. Dan gooi ik het is een soort hete aardappel geworden, dat ding. Oké. Kom maar door. Hoe lang doe je het al? Is de vraag voor mij of voor Alexander? Allebei. Voor allebei. Alexander, hoe lang ben je al professor? Oh, ik... Ja, al bijna 20 jaar. Wauw. Ja, dus al 20 jaar lang doe ik onderzoek naar sociale media. Toen we voor de ouders nog op Hive zaten. En dat was een echt applaus, hè? Ja. Ja, ja. En jij, Quinn? Ik heb niet zo gedaan. Dat heb ik echt niet gedaan. 20 jaar, toen hij professor werd, was ik nog niet geboren. Ik ben 20. Ik doe dit nu 3-4 jaar of zo, sinds de hele vervelende coronacrisis, waarvan we allemaal doen alsof het nooit is gebeurd. Behalve de overheidsfinanciën, die willen doen alsof het niets gebeurt, maar dat lukt ze niet. Oké, ik ga schoppen. Kom maar, want dit is de laatste vraag. Ga wel die kant schoppen. Doet hij het nog? Let's go! Oké, ik mag hier 1 nooit meer komen. Dus dit is waarschijnlijk de laatste vraag ooit in de queue. Kom maar door. Waarom heb je je tweelingbroer niet meegenomen? Omdat hij niet bestaat. Oké, andere reden. Omdat hij ziek is. Omdat hij nog in de file staat. Ik heb hier gestudeerd, 1 jaar communicatiewetenschappen. Geen les gehad van Alexander, had denk ik wel gekund. Hij had wel gekund, ja. Ja? Ik was op reis. Anders had ik anders les van je gehad? Ja, anders had ik les van me gehad. Ja. Leuk. Ik heb hier gestudeerd, ook 1 jaar en mijn broer niet. Dus een tweeling doet niet altijd alles samen. Behalve alles na studeren. Dus ja, maar we zijn door de tijd heen, denk ik. Dus leuk dat jullie er waren. Mocht je op de foto willen, dan kan dat. Loop de zaal uit en sla 2 keer rechtsaf. Mocht je een boek willen winnen, dan kan dat. Er is een winactie in Cube 57. Mocht je een knuffel willen van Alexander, dan kan je nu naar voren rennen. Dankjewel. Dank jullie wel. Foto's buiten, niet hier.